Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 116. We zitten in april, de laatste dag van april 2020. En we zitten nog steeds in de vreemde omstandigheden dat ik hier alleen moet zitten, dat Leon hier niet zit. Dus dat betekent ook dat bepaalde trucs niet zo handig zijn om te vertonen. Dus pak een kaart, denk aan een kaart, neem iets in gedachten. Dat gaat allemaal niet werken. En dat heeft er ook voor gezorgd dat deze update toch ook een beetje later is uitgekomen dan normaal. Zodat ik in ieder geval wat materiaal kon verzamelen waarover ik kan vertellen. Of wat ik wel kan laten zien. Want een aantal trucs die uit zijn gekomen kan ik gewoon niet vertonen. Omdat ik daar iemand voor nodig heb die iets in gedachten neemt of een kaartjes of wat dan ook. Zoals je misschien hebt gemerkt, of niet, maak ik ook livestreams. En livestreams die zijn elke dinsdag en elke donderdag op dit moment. De links naar de livestreams en besloten livestreams vind je op de Dynamite Magic Shop Facebookpagina of op de Corleone Collectie Facebookpagina. Daar vind je, zeg 2 dagen van tevoren uiterlijk, een linkje. Kun je op klikken. Dan ga je naar een YouTube video en daar staat waarschijnlijk bij, deze is gepland voor een bepaald tijdstip. En die gaat live om 7:30 op dinsdag en op donderdag. Wat laat ik daarin zien? Nou, dat is begonnen met de Corleone collectie. Zoals je misschien hebt begrepen, een hele grote collectie van alle spullen van Corleone. Nou, die is 2/3 is dat weg, dus dat gaat heel goed. Maar ik heb nog veel meer, wat al een tijd staat. Ik heb ooit heel veel spullen van Barry overgenomen, eigenlijk alles wat er over was gebleven. Barry Malin, de bekende clown en entertainer. Daar heb ik nog heel veel materiaal van staan. Daar ben ik de laatste video mee begonnen. En dan ga ik vanavond, dus het is nu donderdag. Dus donderdag 30 april ga ik daar ook weer mee verder. En dan zie je echt materiaal wat je soms nog nooit gezien hebt voor belachelijke prijzen. Daarnaast staat hier achter onder die tafel staat een hele verzameling gloednieuwe munttrucs. Ook wordt opgekocht. Uit de John Knip collecties. John Knip had vroeger ook een winkel. Voornamelijk de kleinere dingetjes, kaarttrucjes, close-up trucjes, munttrucjes. En die heb ik samen ooit met iemand een hele rechtspartij overgekocht, hebben gedeeld. En die heb ik ook nog staan, dus dat gaat ook nog komen. En dat ga ik niet vanavond mengen, maar dat zal in de komende keren ook nog gemengd gaan worden. Dus het blijft spannend. Tip, als je video's bekijkt, zorg dat je een YouTube-account hebt. Waarom? Omdat je tijdens de video al kunt reageren, hé, dat vind ik leuk of hé, dat wil ik hebben. En geloof me, dat gaat razendsnel. Want ik geloof dat van de laatste video, ik weet niet hoeveel dingen dat ik heb laten zien. Het plan was maximaal een uurtje. Op verzoek van de mensen werd het ongeveer 1,5 uur. Toen ben ik echt gestopt, dan zou ik door kunnen gaan. En ik geloof dat 95% van alles wat ik liet zien, verkocht was tijdens het vertellen. Dus ik laat het zien, ik heb hier een nieuwe truc. Bla 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 bla. Boom, ik wil hem hebben. Oké, klaar. Zo kan het gaan. Dus zorg dat je een YouTube-account hebt dat je kunt reageren. Heb je dat niet? Geen paniek. Als je een Facebook-account hebt, dan zoek je even René Gele, dat ben ik, op Messenger. Mijn telefoon ligt op mij op tafel, bij me op tafel tijdens de opname. Dan stuur je mij via Messenger heel snel een berichtje. En wie het eerst reageert, maakt niet uit welk kanaal, die krijgt het artikel. Dus zo hebben we in ieder geval iets extra's te doen en kunnen we jou entertainment bieden. Vandaar ook dat deze video wat veel meer werk is dan een livestream. Livestream betekent webcam aan, zitten en doen. En dit is veel werk ook qua monteren. Dus we gaan beginnen met de update. Dan hebben we een klassieker, zeg maar. De vorige keer heb je hem ook al gezien. Dit dingetje tenminste in de kleur rood met zwart. Deze is nu zwart-wit. Waarom? Omdat ik een setje heb laten maken in een andere kleur. Een klassieker Silk, Cabby en Frame combo. Je kan dit leeg laten zien. Hartstikke leeg. Ik heb hier een frame met daarin een grote stok. Daaraan zitten 3 doekjes. Ik zal ze even losmaken. Dat is rood, dat is geel en dat is blauw. Dit kunnen we weer mooi sluiten. Helemaal goed. Zo, mooi. Dan hebben we de doekjes rood. Gaan we allemaal natuurlijk in het doosje stoppen. Rood. En geel. En blauw. Tjabuzzatjap. Je knipt in je vingers. En als je dan de deurtjes openmaakt,
zijn de doekjes spoorloos verdwenen. En uiteraard hangen die dan weer keurig terug aan deze stok. En dan kun je ze ook als je wil helemaal weer afhalen. Even voor het idee, je kan het helemaal rondom laten zien. Nou, dit is de Silk Cabby en Frame Combi Deluxe. Ik moet even de prijs pieken. Kost €125 compleet. Met de doekjes, met allebei de kastjes. Prachtig mooi gemaakt, helemaal uit kunststof. En zeer gemakkelijk te vertonen. Ik zet het heel voorzichtig even op de grond. Daar ben ik aan gewend. Graag met al die andere video's om dingen op de grond te zetten. Zoals je misschien gezien hebt. Silk Cabby en Frame Combo. Ja, dan is het daar anders. Ook heel tof. Een aansteker. Nou ja, nee, leuk, aansteker. Ik hoop dat je het kunt zien. Ik hoop dat je het kunt zien. Je hebt namelijk een vlammetje. Hier, een aansteker. En het vlammetje kun je heel langzaam omhoog laten gaan. Ik kan het zelf niet heel goed zien met het felle licht wat we hier hebben. Dus ik hoop dat je het kunt zien. En de vlam gaat weer terug. Ik zal misschien, ik weet niet of het helpt, maar ik ga dit even zo doen. Dan heb je daar een zwarte achtergrond. Je hebt een vlam. De vlam stijgt omhoog. Dus ik mooier in een omgeving waar het wat donkerder is. En dan gaat het weer terug. Dit is Flame. Uitgebracht door Murphy's Magic Supplies. Eigenlijk onze grootste leverancier. Ja, moeilijkheidsgraad 0. Als je dit kan, dan kan je de truc. Alles zit ingebouwd in de aansteker, dus je hebt geen losse dingetjes, geen onzichtbare draadjes. Wat is dat, onzichtbare draad? Nooit van gehoord. Geen onzichtbare draadjes, geen ijzerdraadjes, geen rare dingen. Als je het ding aanmaakt, kun je door hem gewoon zo vast te houden, kun je de vlam omhoog laten zweven en omlaag laten zweven. Ik moet zeggen, van de week had ik voor iemand een aanstekertje gevuld ook. Dus je krijgt ze leeg vanwege gevaar in het vliegtuig, mag er geen gas in zitten. Dus je moet even een busje kopen om een aansteker te vullen. Die vulde ik, die vlam was groter en ook de zwevende vlam was groter. Dus het kan per aansteker blijkbaar ook nog verschillen hoe je vlam is. Deze heeft een wat kleiner vlammetje, maar van de week had ik eentje die had echt een hele mooie vlam die echt omhoog en omlaag ging. Dus ja, tof gemaakt met instructievideo en een speciale aansteker voor de prijs van €23,95. Vind ik ook niet te veel. €23,95 is een goede prijs, of een leuke prijs voor een gokkeltruc. Er zijn nog veel te veel dingen die heel duur zijn. Dus dit is veel aantrekkelijker. Dan even kijken of ik hier de goede heb liggen. Ja. Eén portemonnee. Nou, die portemonnee kan ik even laten zien ook. Die is hartstikke leeg. Ik zal het zo doen. Camera boven ook even laten zien. Is hartstikke leeg. Even kijken of de camera het ziet. Hartstikke leeg. Nou, die kun je wegleggen. Je kan er ook een muntentruc uithalen. Dan leeg laten zien. Op het eind verdwijnen al je munten of verdwijnt er één munt. En als de toeschouwer hem dan op plaats openmaakt, zit de munt er terug in. Dus voor die reden zien de mensen ook echt de munt terugleggen en dan zit hij er terug in. Nou, dit verkochten we al onder de naam Quiver. Maar we hebben nu de Quiver Plus. Op vele verzoek, de Quiver Plus is de grote broer van de normale Quiver. Het scheelt volgens mij 1,5 centimeter aan lengte en breedte. Maar dit is dus een speciale knijpportemonnee, zeg maar. Waarmee je zaken kunt verwisselen. Er is een changeback in een portemonnee. En de toeschouwer mag hem hanteren. Dat is het toffe. Mooi gemaakt van leer. En met video-instructies wat je er allemaal mee kunt doen en hoe het werkt. Munt krijg je er niet bij, dat heb ik een ander setje gehaald. Maar je kan dus ook hier leeg laten zien aan het begin. Waarna er een kaart in verschijnt, een voorspelling in verschijnt. Je kan het gebruiken als een two-way out mapje. Dus je kan twee voorspellingen erin hebben zitten. En je gebruikt degene die je nodig hebt om een effect tot een goed einde te brengen. Kan dus ook. Quiver Plus, €59. En de gewone Quiver, als ik me niet vergis, als je op voorraad is, want dat heb ik niet gecheckt, €49. Kan ik zijn die onderweg is. Maar Quiver Plus, €59. Dan, even kijken, dat is ook leuk. Een aantal muntjes. Kaart, even kijken, is boven goed te zien. Ja, is goed te zien. En een doekje. Nou, dat doekje, dat kun je openvouwen. Er zit trouwens niks onder. Ik ga laten zien. Je hebt het maatje al gezien. Zo. Dan neem je een munt. Die munt kun je onder
doek leggen. Dan is het extra, heb ik extra doorzichtige doek gepakt. Kijk, kun je dat een beetje zien op de camera? Volgens mij wel. Dan de andere kant klemt volgens mij nog meer. Zullen we even zien. Dat ligt er echt zeg maar onder. Nou, de kaart. Die leggen we hier neer. En dat is het leuke als je dan deze munt pakt. En je schuift de munt onder het doek vandaan. Dan verdwijnt de munt. Maar, dan komt die terecht onder de kaart. Nou, dat is op zich wel bijzonder, vind ik zelf. Sterker nog, als je een tweede munt pakt en je legt die zo onder de doek. Dan wordt die deksel iets naar voren schuiven, dat je echt kunt zien. Hij ligt echt onder de doek. Je neemt de kaart. Zo. Bedek daar de ene munt mee. We nemen deze munt. Ik ben gewend om het op een grotere mat te doen eventjes. Die verdwijnt. En komt ook onder de kaart. Of je pakt de derde munt. Wacht, ik heb een leuk idee. Die ga ik eens anders mee doen. Zoals je kunt zien, zie je de munt. Oh. Weet je, prima, maar het doekje blijft een beetje hangen. Zie je de munt door het doek heen. Ik ga het ook zo laten zien, maar vooral naar boven. Ik ga het laten zien. Als ik nou die munt vastpak door de doek, kun je die munt er heel langzaam doorheen halen. En is de munt door de doek heen gegaan. Nou, wat ook kan, is pak je de laatste munt. Leggen we ook in het midden eronder. Zo, dat die goed te zien is voor iedereen. Kijk, kan het goed zien. De kaart leggen we over de drie munten. We nemen de munt. Probeer het even voor het licht boven, voor de camera boven te laten zien. 1, 2. En de munt verdwijnt visueel. En komt terecht onder de kaart. Nou, die hebben we allemaal niet meer nodig. Wacht, pak er een eentje bij. Eén munt. De munt leggen we even hieronder. Zo. Dat is een leuk einde. Finale noemen ze dat. En dan nemen we die ene munt. En die veranderen we nog in een hele grote munt. Nou, deze heb ik onlangs gedaan in de Goochelaars Online. Video die Arnoud organiseert. Vorige week, wanneer was dat? Bijna 2 weken geleden. Heb ik, vroeg ze of ik een truc wilde laten zien. Of wat wilde vertellen. Of nieuwe trucs wilde laten zien. Toen dacht ik, ik ga niet nieuwe trucs echt een update van maken. Ik wil iets moois laten zien. Nou, dit is een van mijn lievelingsroutines. Ik doe hem liever op muziek. Liever op een iets groter oppervlak. En ik kom beter over met een camera. Schuif van voor of vanaf wanneer mensen om je heen staan. Dus de camera boven is niet ideaal. En van voren ook niet. Dus ik ga het zo monteren dat je het wel hopelijk goed kunt zien. Maar omdat veel mensen vroegen, wat was dat voor truc? Wat was dat voor truc? Nou, dit was het Visible Chinese Coin Mystery System. Dus Visible Chinese Coin Mystery System. Kost €85. Krijg je helemaal compleet. Dus je krijgt het doekje, je krijgt de 4 munten, je krijgt een gimmick en je krijgt geen kaart. Kaart kun je zelf gebruiken. Nou, ik gebruik als Final Load een Jumbo Munt. Nou, die Jumbo Munt die ik gebruik, die heb ik al jaren, die bestaat niet meer. Maar we hebben toevallig 2 nieuwe Jumbo Munten. Een munt van 8 centimeter, een hele mooie munt. Uithalen, kijk. Een mooie munt, 8 centimeter. Voor de prijs van €17,50. Maar we hebben er ook een van, maar liefst 13 centimeter. Dan wordt je idee even. Massieve munt. €35. Kan je dus ook op het laatst. Bam. En je hebt een hele grote Jumbo munt. €35. €13,50. Overigens. Het Visible Chinese Coin Mystery System. Kost in totaal. €85. Oké. Okay, even een knip. Want misschien hebben jullie net de bel gehoord onder de video. DHL zit aan de deur. Die komen normaal 's middags om 2 uur. Het is nu 9:45 morgens. Waarschijnlijk is dat ook rustiger. Denk ik. Heel vroeg. Dus ik moest hem even knippen om een grote doos met nieuwe spullen in ontvangst te kunnen nemen. Het volgende. The Darkest Corner. Ik ga hem even openmaken. Van Ben Hart. Ook al veel verkocht. Prachtig boek. En overigens voor de mensen die... Ja, ik had het niet gepland, maar die doos die net binnenkomt, daar zit ook het nieuwe boek weer van Ryan Scholz terug in. Ik ben even de naam kwijt. Had ik ook willen laten zien, maar dat was er niet, maar het is nu ook weer binnengekomen.
The Darkest Corners by Ben Hart. Ja, kijk, heel veel kleurenfoto's zie je er ook in. Ik ga het even zo doen voor de mensen die thuis meekijken van boven hier. En Ben is bekend geworden onder andere door Britain's Got Talent. Hele leuke effecten. Waar hij vooral goed in is, is in effecten op salongebied. Dus hij heeft kant-en-klare, complete effecten. Welke je kunt gebruiken in salonsituaties. Mooi, dat zie je ook niet meer vaak. Zo'n boekenleggertje ertussen, zo'n lintje. Wat tof. Ik zoek zelf altijd papiertjes om ergens tussen te leggen. Maar hier zit nog zo'n ouderwets lintje in. Dus je vindt hierin voornamelijk saloneffecten. Maar daarnaast leert hij je ook... vertelt hij je ook hoe je een kant-en-klare, complete act kunt ontwikkelen. Dus ook theorie. Nou, voor mij zijn die beide ingrediënten al genoeg om dit boek te kopen. Omdat ik zowel in salonsituaties optreed. En het is nooit verkeerd om meer te leren daarover. Het boek kost €66,50. Het is een flink boek. Moet ik dan de bladzijde even bekijken. Oh, 300. Het is ook niet mals. Ja, voor meer informatie check de website. Maar als je een goed boek zoekt in deze tijd om te lezen, is dit er zeker eentje. Darkest Corner by Ben Hart. Dan een totaal ander effect, helemaal nieuw ook. Een voorspelling. En ik ben er zo zeker van dat deze voorspelling klopt, dat ik €20 ga inzetten, mocht ik het fout hebben. Nou heb ik mazzel, er is niemand hier die €20 kan winnen. Dus als ik hem verpest, dan is er niks aan de hand. We nemen het kaartspel uit het doosje. En het idee is dat de toeschouwer, laten zien even, toeschouwer zelf ergens stop mag zeggen waar hij zelf wil. Dus je kan echt gewoon gaan bladeren. Een toeschouwer mag ergens stop zeggen waar hij zelf wil. Stop, zegt hij daar bijvoorbeeld. Stop, oké, okay, zeker weten. Ja, we leggen het bangbiljet ertussen. Zou ik niet kunnen vals spelen. Eerlijk, toch? Ja, oké. Okay. Ik heb geen idee waar je gestopt bent. Maak het even netjes, zo. Dat kunnen we gaan zien door het bangbiljet even op te tillen. Jij bent namelijk gestopt op de Ruitenkoning. Nou, dat is wel heel toevallig. Waarom is dat heel toevallig? Omdat mijn voorspelling namelijk ook de Ruitenkoning was. Zie. En ik was zo zeker dat het de Ruitenkoning zou zijn, dat ik ook op de achterkant van het bankbiljet heb gezet dat jij de Ruitenkoning zou kiezen. Sterker nog, ik was zo zeker dat jij de Ruitenkoning zou kiezen, dat ik helemaal geen Ruitenkoning heb, maar dat ik voor de rest alleen maar een kaartspel heb. Met alleen maar blanco kaarten, zie. Allemaal blanco kaarten. Nou, dit is to deal, hoe zeg ik het goed? Deal or not deal. To deal or not deal, wat ik al zeggen. Van Michael Chatelain. Even een beetje opruimen. Zo. Zelfwerkend. Als je het eenmaal voorbereid hebt. Een voorbereiding is 10 seconden. Nou, 5 seconden zeg maar gerust. Is deze truc zelfwerkend. En ja, de uitkomst kan altijd anders zijn. Maar dan moet je wel natuurlijk even een andere voorspelling maken. Anders dan matcht het niet. Maar je kan kiezen elke keer welke kaart er gekozen wordt. Dus altijd verschillend. Deal or not deal hebben we in 2 kleuren. Dat wil zeggen rode rugzijde of een blauwe rugzijde. Dat kun je kiezen ook. Ontvang je compleet met het complete kaartspel met gimmicks. Het enige wat je toe hoeft te voegen is een voorspellingskaart. Omdat het altijd anders is. En een bankbiljet. Echt super gemakkelijk. Deal or not deal. Ja, dan... Oh, wacht. Er ligt nog iets verstopt. Ook eentje die al veel verkocht is, maar ik wil hem toch even laten zien. Ja, zoals je weet is de winkel nog steeds dicht. Mensen mogen wel op afspraak binnen, maar in principe is er niet heel veel aan de hand hier. Dus ook alle nieuwe dingen liggen niet uitgepakt en die vertonen we momenteel ook niet. Dus ja, normaal zijn we gewend aan nieuwe dingen dat we ze niet wel een paar keer gedaan hebben. Of hebben hier demo's van alles liggen dat de mensen kunnen laten zien. Dat is in ieder geval, dus vandaar dat ik meer dingen moet uitpakken. Omdat de nieuwe dingen die binnenkomen gaan in het magazijn, maar... Ja, ik bekijk ze wel eens vaak, maar dan gaan ze het magazijn in. En er is niemand die er hier om vraagt. Dus het is dan, ze liggen hier niet meer allemaal uitgepakt. Maar dit is er eentje die is al veel verkocht online. De Accordion Multifunction Bag. €26,50 van TCC. Die maken mooie spullen, TCC. Wat is het? Het is aan de ene kant een
accordeon, zeg maar. Dus dan kun je, even kijken of ik die ene voorspellingkaart hebben. Kun je allemaal packertricks in stoppen. Zie je, die steken ook mooi uit, zodat je kunt zien wat je moet hebben. Dus je kunt een heleboel packertricks in, volgens mij een stuk of 10. Hier is een iets groter vakje, daar kan ook nog iets in. En hier is nog een vak. Dus hier kan, als ik mij niet sterk vergis, kan hier... Niet, sorry. Hier kan gewoon een kaartspel in nog zien. Of munt of wat dan ook. En hier kun je al je packertricks nog in kwijt. Dus hier, maar ik had er niet mee gespeeld, moet ik ervan zeggen. Hier kun je daar wat muntjes en zo in plaatsen. En je packertricks. En hier kan ook nog wat groter zijn. Dus je kan hier ontzettend veel in meenemen. Super klassie, ziet er mooi uit. Goede ritsen ook zitten erin. Ook belangrijk dat je niet de rits meteen kapot trekt. Zijn degelijke ritsen. Dus de Accordion Multifunction Bag. 26,50. Gaan we er even wat sneller terug in doen. Als je een verpakking krijgt waar het papiertje niet omheen zit, dan weet je dat dat deze uit de update is. Zo. Ja, zonder instructies, maar die heb je niet nodig, uiteraard. Ja, dan een dingetje wat we jarenlang al verkocht hebben en wat nu weer terug uit is. Ik heb een horloge, ik ga het knopje uittrekken. Je kan eraan draaien, zo, als je wil. En je kan allerlei tijden kiezen, 11:30. Je kan ook draaien. En dan heb je, weet ik veel, 9:15. Je kan wat je wil. Ik zal even zo draaien. De toeschouwer mag in principe normaal draaien. Zo. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Knopje indrukken. Klik. Dan mag je de tijd kijken. Dan zijn we de tijd aan het houden. Zo. En dan mag iemand de tijd, of de tijd, het horloge vasthouden. Het lijkt even op de hand van de toeschouwer. En dan zeg ik, oké, je hebt de tijd gezien. Onthoud de tijd. En dan ga ik me concentreren. Zoals ik dat altijd doe. En dan denk ik, oké. Het is bij ons de tijd dat we meestal in de avond, maar 's morgens trouwens ook, bakje koffie. Ja, dat is wel de tijd. Ik zou zeggen rond een uur of 8, ik denk 7:45. Klopt dat? Ik heb het niet gezien, dus ik denk, klopt. Ja? Oké. Heb je wel eens gehoord dat, je kan er heel verhaal van maken, dat je mensen kunt beïnvloeden dat je iets ziet wat er eigenlijk niet is? Ja, hoezo? Nou, jij hebt net een tijd gezien op het horloge. 7:45, zeg jij. Ja, dat klopte? Ja, oké. Oké, want het gek is namelijk, als je het horloge bekijkt, zijn er helemaal geen wijzers. Nou, wat ik zelf hier ook heel gaaf mee vind, is dat je hetzelfde effect kunt doen voor een grote zaal. Dus dan laat je draaien. Toeschouwer 1 mag een tijd kijken. Toeschouwer 2 mag draaien. Tijd onthouden. Toeschouwer 3 draaien. Tijd onthouden. Toeschouwer 3 houdt het horloge ook vast op zijn hand. En dan concentreer je en zeg je bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld 7:15, 3:30, 12:00. Als je jouw tijd gehoord hebt, mag je gaan zitten. En iedereen zal gaan zitten. Dan, op het einde, zeg je toeschouwer, jullie hebben het horloge, heb jij bewaard. Jullie hebben allemaal een tijd gezien. En uiteindelijk blijkt dat er geen wijzers op zitten. Belangrijk is dat je er een goed verhaal bij hebt. Dat heb ik nu niet. Ik wil graag dit horloge even laten zien. Het is een mooie horloge. Het is de nieuwe versie, zeg maar. Dit is de versie in zwart leder. Deluxe Midnight Black, als ik het goed heb. Dat staat nergens op vermeld. Ik zal ook even laten zien. Ik heb het idee. We hebben ook dezelfde versie. En toen moest ik even een knip maken, want we willen niks verraden. En daar had ik even niet aan gedacht. En we hebben ook hetzelfde horloge. Dat zal ik even laten zien. Dan niet met een leren bandje, maar dan met een rood-wit-blauw Patriot bandje. Nou, of de Nederlandse vlag in dit geval. Ook een heel mooi horloge. Dat hebben we dus ook. De prijs van beide versies is allebei gelijk. Uit mijn hoofd 44,95. Voor het effect timeless. Makkelijk te doen. Enorm verbluffend.
we hebben al de eerdere versie al jarenlang verkocht. En echt heel veel. En meestal, dan hebben jullie te zien, en mensen met wat verkocht. En volgens mij was die 600 duurder dan nu, volgens mij 48 euro of zo. Dus het scheelt niet veel, maar normaal wordt een effect alleen maar duurder. Deze is qua prijs nog beter. Dus dat is het effect Timeless. Ja, ik check mijn lijstje even hier voor me. Maar, ik moet zeggen dat ik er doorheen ben. Oh ja, even goeie nog. Onze website zou gisteren vernieuwd worden met onze nieuwe website. Dat is even niet gelukt. Dat heeft puur te maken, niet gelukt. Er zit nogal wat techniek achter de website. En alles moet perfect werken. Er was één dingetje wat er getweakt moet worden. Dus dat schuiven we een weekje op. Maar wat belangrijk is, als jij een wenslijst hebt in onze webshop. Alles gaat mee naar de nieuwe webshop. Behalve de wenslijsten. Die kunnen vanwege een technische dingetje niet mee. Die kunnen we niet overzetten in de nieuwe webshop. Dus als je een wenslijst hebt. Kopieer hem even, selecteren zeg maar, en dan plak je hem in een e-mailtje naar jezelf of in een bestandje. Dat je die wenslijst voor jezelf in ieder geval hebt. Of maak een screenprint, wat je zelf wil. Want die is anders verloren. Is echt verloren. Wij hebben wel, als het goed is, eigenlijk nog een backup van de oude site. Hoop ik, waar ik in ieder geval nog in kan. Voor het geval dat het ergens voor nodig is, dat ik in ieder geval nog kan checken wat iemand zijn wenslijst is geweest of een bepaalde order. Maar wat orders betreft, die gaan allemaal mee over. Ook kun je gewoon inloggen met dezelfde gegevens op de nieuwe webshop. Dus dat blijft allemaal hetzelfde. Alleen, enkel en alleen de wenslijsten kunnen niet mee. Er zit wel in de nieuwe shop ook weer een wenslijstmodule. Dus daar kun je ze zelf weer allemaal inzetten. Nou, dat was het. Nogmaals, mocht jij willen langskomen. Momenteel is dat lastig. Kijk, als je zegt, ik wil iets bepaald zijn. Ik ben bang dat het stuk gaat. Ik wil iets groots halen. Of wat dan ook. Ophalen mag, op afspraak, maar echt winkel bezoeken om uitgebreid te winkelen, dat is helaas niet mogelijk. Voor jou en voor onze veiligheid doen we dat even niet. Dus blijf gezond, hou je nog aan de regels, hopen dat er snel een vaccin komt, was gisteren weer bericht over. Want als dat er is, dan heb ik het grootste vertrouwen dat het in ieder geval weer sneller zal gaan. Dat we alles weer terug kunnen gaan draaien naar hoe het voorheen was, hopelijk. Mensen, allemaal het allerbeste en tot de volgende keer.